Goedemiddag allemaal, goedemiddag. Wat fijn dat jullie hier allemaal zijn. En alweer het zelfs zesde Food & Cognition MKB Café. Mijn naam is Guido Kant van de Wageningen Universiteit. En ik ben de host vandaag. Dat doe ik natuurlijk samen met Esther Aert van het Donders Instituut. Esther, zwaai even. Daar is het. Van het Donders Instituut Radboud Universiteit Nijmegen. Ons doel met MKB Cafés organiseren is dat we een platform bieden zodat partijen op het gebied van voeding en cognitie elkaar kunnen vinden en nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. Vandaag in ons café hebben we twee nieuwe interessante gasten. Ditmaal op het gebied van food design en de food design gebruiken om overgewicht te voorkomen. En de eerste gast is Kees de Graaf, hoogleraar sensoriek en eetgedrag aan Wageningen Universiteit en mijn oud-promoter. Hartelijk welkom, Kees. Dankjewel, Guido. Leuk om hier te zijn. Altijd gezellig, dat MKB Café. Heel goed. En dan kondig ik graag de volgende gast aan. Dat is Katja Gruiters van Studio Katja Gruiters en Stichting Feed Your Mind. En in deze stichting komen food design en wetenschap bij elkaar om creatieve oplossingen te ontwerpen voor gezond aantrekkelijk voedsel, waar je niet zoveel van eet, maar waar je toch prettig verzadigd van raakt. Aantrekkelijk food design tegen overgewicht dus. Ik ben heel benieuwd. Ja, en is meteen in de chat al... Oh, sorry. Hoi Katja, wilde je iets zeggen? Ja, welkom. Gewoon welkom. Ja, nou, wees welkom. Er is meteen in de chat al een link gezet naar Feed Your Mind, zodat mensen dat ook kunnen bekijken. En José zegt hallo allemaal. Hallo José. Voor degenen die verder nieuw zijn in ons café, even een korte uitleg van de techniek. Aan de rechterkant van het scherm heb je dus de chat. De mogelijkheid om daarin ook vragen te stellen. Doe dat vooral. Dat is alleen maar leuk. Je kunt polls beantwoorden. Dus in het midden heb je een tapje polls. En je kunt ook zien wie er allemaal verder aanwezig is. Als je de vraag in de chat zet, dan stellen wij hem. En we kunnen ook proberen om je zelfs op het podium uit te nodigen als je dat wil. Maar bereid je daar dan op voor qua haar en kleding. De polls worden behandeld door Jeanette. Die komt nu even op het podium. Jeanette. Ja, daar is ze. Zij kan andere dingen ook bijhouden en doet alle technische dingen. Dus Jeanette zou zeggen, doe de eerste poll. Ja, komt eraan. Nou, daar is hij. Als goed is zie je nu een rood bolletje. Hoi Jarl, jij ook welkom. Als goed is zie je nu een rood bolletje bij polls in het midden tussen chat en personen. En daar kun je antwoord geven. De vraag is, bent u bekend met de term food design? Als je eenmaal je stem hebt gegeven. Nou, er is niemand tot nu toe die zegt, dat is mijn core business. Oh nee, wel, nu 9%. Oh, het gaat, ja, misschien. Grootste gedeelte zegt, wel van gehoord. En 23%, zo'n kwart, zegt, nee, maar klinkt interessant. Dus dat lijkt me een hele goede voedingsbodem voor deze sessie. Nou, dus voor die 71+21%, dus dat is 92%, die zegt, nou, wel interessant of alleen maar van gehoord. Katja, kun je vertellen, wat houdt food design precies in? Ja, dat is food design is een innovatieve verkenning en definitie van alles wat met voedsel te maken heeft. En dat is eigenlijk heel breed. Dus dat houdt in productie, distributie, identiteit, genieten, voeding en spijsvertering. En met mijn werk start ik vaak met een vraag waarin ik eigenlijk onderzoekend al experimenterend op zoek ga naar de essentie. Ik hoop daarmee eigenlijk, is het heel breed. Duidelijk. En hoe past die stichting Feed Your Mind daarin? En hoe ken je Kees? Want jullie kennen elkaar. Ja, klopt. De stichting Feed Your Mind die draagt echt bij aan een gezond en duurzaam voedselsysteem. Dus we combineren food design met wetenschappelijk onderzoek om te komen tot innovatieve en toepasbare inzichten. En werken samen met bedrijven, consumenten en de instellingen. En Kees die is de voorzitter van de stichting. Dus, Oké, het is goed om te horen dat jullie al gezamenlijk werken aan dezelfde missies. We gaan straks wat dieper in op de inhoud en ook met jou Kees, wat jouw visie hierover is. Maar ik wil nog even een traditie in ere houden. En dat is dat we altijd ook beginnen met een corona-gerelateerde vraag. En de vraag is nu, als het allemaal weer wat minder strikt wordt qua maatregelen, waar zie je dan het meest naar uit? Kees? Nou, gewoon lekker uit eten in een knus restaurant met veel mensen. Die gewoon een glas wijn en dicht bij elkaar en gewoon gezelligheid en
niet alles op afstand, op anderhalve meter, maar ja, gewoon druk en gezellig. En Katja? Ja, dat is voor mij eigenlijk hetzelfde. Ik snak ook echt om heerlijk uit eten te gaan. En gewoon met vrienden en gewoon genieten. Het is toch een beetje saai binnen. Ja, helemaal mee eens. Maar je ziet al, we gaan het helemaal op eten focussen vandaag. Zoals onze MKB-cafés allemaal. Ja. Kees, kan jij ons dan iets meer vertellen over jouw werkveld? En vooral ook over food design rond overgewicht. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Food design en overgewicht. Ja, wat je natuurlijk ziet in de discussie over voeding en gezondheid. Hè, dat gaat eigenlijk altijd, of heel vaak gaat dat over te veel suiker, te veel vet, te veel zout. En ook dat we dat natuurlijk moeten verminderen. Daar gaat het al jaren over. Je hebt preventieakkoord. Je hebt ook akkoorden over reductie van suiker, zout en vet in voedingsmiddelen. En je ziet dat dat eigenlijk heel moeizaam gaat. En die discussie die herhaalt zich eigenlijk steeds opnieuw. En het is natuurlijk heel belangrijk om zeg maar suiker, zout en vet in voedingsmiddelen te verminderen. Maar dat zijn natuurlijk ook wel net de dingen die voeding leuk maakt. Ja, hoe je het went of keert. Je kunt wel zeggen, nou, zonder suiker of vet. En ja, we kunnen wel zonder en we maken het wel leuk. Nee, dat gaat niet. Zonder suiker, zonder zoet, zonder zout, zonder vet. Ja, dan blijft er gewoon niet veel over. Het spijt me. Maar ja, want het restaurantje waar jullie het net over hadden, dat zal toch niet zonder suiker of vet of zout zijn, denk ik. Nee. En dat is natuurlijk toch primair waar mensen plezier aan beleven aan voeding. Ik denk dat je ook op andere manieren, er gebeurt natuurlijk heel veel wetenschappelijk onderzoek naar eigenschappen van voedingsmiddelen die van invloed zijn op hoeveel je eet. En de tijdschriften, Appetite, Physiology and Behavior, Food Quality and Preference, wetenschappelijke tijdschriften staan daar vol van. Met Esther, we hebben natuurlijk ook veel daaraan gewerkt van hoe kun je nou voor zorgen dat je voedsel zo kunt ontwerpen dat je er eigenlijk minder. En er zijn ook wel heel veel principes die komen uit die wetenschappelijke studies. Dus dan zou je wel kunnen genieten van dat suiker, zout en vet, maar met mate eigenlijk. Ja, ik denk dat je voedsel op een andere manier kunt ontwerpen en de omgeving op een andere manier kunt ontwerpen. Dat je niet eigenlijk automatisch, op een automatische piloot je vol stopt. En natuurlijk een zak chips achter de tv met een glas bier na een voetbalwedstrijd, ja, dat is niet optimaal. Nee, maar je kunt natuurlijk wel de omstandigheden creëren waarbij dat wel optimaal is. Waarbij je toch, toch kunt genieten en denk ik ook, en op een positieve manier voedsel ontwerpen. Dat is eigenlijk, en nou ja, toen ontmoet ik, dat was een aantal jaren geleden natuurlijk, en toen ontmoet ik op een gegeven moment Katja. Toen raakten we in gesprek en nou ja, die heeft eigenlijk ook een heel positief perspectief op eten en voeding en ook om op een andere manier daarmee om te gaan. En dat, dat vind ik heel inspirerend en die combinatie is heel erg leuk. Nou, mooi. Ja. Ik denk dat we dadelijk nog wat mooier voorbeelden gaan zien ook. Dus als het voor jullie allemaal nog wat abstract is, het wordt dadelijk denk ik nog een stuk duidelijker. Katja, kun jij wat meer vertellen over de echte onderzoeken die Stichting Feed Your Mind doet? En we willen natuurlijk ook graag horen hoe je dat als MKB'er vanuit je Food Design Studio, want je hebt dus de stichting en jouw MKB-werk, hoe je dat samen doet en samen daaraan bijdraagt. Ja, dus eigenlijk als je het echt specifiek over onderzoeken hebt, dan hebben we dus eigenlijk de afgelopen jaren ook veel samengewerkt met de ACT-groepen van Wageningen Universiteit. En dat was ontzettend inspirerend om van twee kanten. Dus wat je dan eigenlijk ziet is dat we heel concrete projecten hadden als het All You Can Eat A Nut restaurant. Maar ook het project Snackbar Chew On It, waar dan de studenten echt onderzoek binnen deden. Dus we hebben dat eigenlijk vanuit Feed Your Mind gaven wij dan echt aan van we zijn op zoek naar een specifieke vraag waar zij dan weer antwoord op gaven in een uitgebreid onderzoek. Waar we dan gedurende het proces ook echt feedback gaven. Duidelijk.
We gaan dadelijk die voorbeelden ook zien. We hebben normaal praten we vooral, maar omdat het zo'n visueel onderwerp is, dachten we gaan het anders doen. Dus we hebben eigenlijk 3 gangen voorbereid bij dit MKB-café. En elke gang wordt ondersteund door een foto. Dus ik wil graag aan Jeanette vragen om de eerste foto naar voren te halen. En dan zeg ik, Kees, wat zien we hier? Nou, we zien iemand die ergens aan ruikt. Hè? En dit was een gang in een restaurant setting, in een pop-up restaurant. En in dat pop-up restaurant hebben we 6 principes getoetst om voedsel en de omgeving zodanig te ontwerpen dat je er minder van eet in plaats van meer van eet. En dit is de gang die gaat over aandacht. En een van de principes uit veel studies is dat... Ja, de wetenschappelijke literatuur staat daar vol van dat als je je aandacht op het eten richt, of wat je eet, en dus niet naar tv zitten kijken, maar echt focust op datgene wat je eet, dat je dan uiteindelijk ook minder eet. En kun je nog even de naam van het restaurant noemen, want die vind ik zelf heel mooi bedacht en die heb ik volgens mij nog niet genoemd. Dit was een All You Can Eat Enough restaurant. Dat is uitgevoerd in een huis... op de Diedenweg in Wageningen. Dat was helemaal ingericht als restaurant. Met behulp van Nolders hebben we camera's in de zaal gezet. Zodat we zeg maar heel precies konden meten hoe mensen eten. En we konden dus eigenlijk elke hap konden we zien. En hier ruikt iemand dus om alvast een soort van aandacht op de geur van de gang te... Ja, dat is wat je ziet. Ja. Ja, wat je hier ziet is een vooraf het gerecht. Het gerecht was een risotto van parelgort met eekhoorntjes, bouillon en 1000-jaren kaas. En wat we eigenlijk presenteerden is elke keer een op dag 1 bijvoorbeeld de control dish. En op dag 2 de testgang. En dat wisselen we dan zeg maar af. Waardoor je dus op dag 1 en dag 2 toch een spannend menu had. En wat je eigenlijk ziet voordat... Dus bij de testgang en de controlgang kregen ze dus hetzelfde gerecht. Het enige verschillende was bij de testgang. Zoals je hier op de foto ziet. Kregen de gasten tussendoor... werden hun zintuigen geprikkeld doordat we de bediening erbij betrokken en die eigenlijk rondgingen met een pot met eekhoorntjesbrood om echt aan te ruiken, zodat echt de aandacht van de geur werd benadrukt en niet onbelangrijk wat we eigenlijk vertelden. Dus ik als gastvrouw vertelde ik ook het verhaal van umami. Van wat houdt dat precies in, umami? Dus al die gerelateerde geuren, smaken, die lieten we dus ook met aandacht proeven. Dus hier zie je de eekhoorntjes brood, maar er werd ook zongedroogde tomaat werd er geproefd. En een stukje 1000-jaren kaas. En Kees, kan je nog wat meer voorbeelden geven, ook uit onderzoeken die jij kent of die je hebt gedaan, maar hoe jij dan hoe je ook aandacht kan manipuleren in experimenten of ook hoe mensen in het dagelijks leven... Misschien een aandacht beter op kunnen vestigen of hoe andere mensen dat hebben gedaan, andere producenten? Nou ja, je ziet natuurlijk wel in een... En je kunt denk ik... Voedsel kun je natuurlijk op een bord leggen, zodanig dat je aandacht daar naartoe gaat. Dat zie je bijvoorbeeld in de Japanse keuken, zie je dat heel erg. Hè. Dan zie je dat zo'n bord heel erg is uitgestald en dat schreeuwt om aandacht. Dus dan let je daar ook op. Omgekeerd kun je natuurlijk ook inderdaad een zak chips voor de tv opeten. Ja, dat is het omgekeerde. Dat moet je dus niet doen. Nou, in experimenteel onderzoek, wat je zou kunnen doen is natuurlijk verschillende taken kunnen geven. Hè. Bijvoorbeeld mensen, een collega van ons, Jeff Brunström uit Engeland, die heeft mensen dan geeft hij dan een lunch. En in de ene lunch... Ja, dan gebeurt er verder niks. En in de andere lunch moeten mensen een computerpuzzel oplossen. Zodat ze eigenlijk hun aandacht afleidt van het eten. En dan zie je dus dat ze dan eigenlijk ook meer gaan eten tijdens die lunch. Dus ook dat is veel gedaan in experimenteel onderzoek. En kan je ook, je kan eigenlijk de verschillende zintuigen gebruiken. Dus dit was een voorbeeld met geur.
Je kan visueel met op een bord uitstallen, kan je ook smaak gebruiken, dus dat er in het product zelf iets gebeurt? Bij dit gerecht werd ook smaak betrokken, dus er werd ook rondgegaan met een uienbouillon. Dus een klein shotje uienbouillon om even aandacht te vragen voor de smaak, de geur. En dus dat werd hier ook gedaan. Ik denk dat vooral smaak werkt denk ik ook verzadigend op een gegeven moment tijdens een maaltijd. Maar daar komen we zo meteen denk ik nog op terug. Ja, het doet mij ook een beetje bedenken, want ik zit nu toch in mijn hoofd met het restaurant, omdat we er allemaal zo lang niet geweest zijn. Maar dat je daar gaat zitten en dat dan als de sommelier komt en die vertelt dan zo heel erg van nou, deze wijn wordt door 3 nonnetjes op een eiland in weet ik veel. Dan denk je daarna ook dat die echt lekkerder is. Dat zit natuurlijk allemaal een beetje in die hoek. We gaan door naar de volgende gang. Voordat we dat doen, zijn onze wetenschappers natuurlijk benieuwd naar hoe het zit met aandacht. Dus we doen ook even een poll. Om even te kijken hoe eerlijk antwoorden iedereen. Hoe je het liefst eet. En ik ben ook bang dat het door corona iets is aangepast. Ik kan ondertussen misschien kunnen we nog even een vraag. Ik zie in de chat een vraag verschijnen. Wat voor kaas het nou uiteindelijk was? Was het 1000 jaren kaas of 1000 dagen kaas? Het was een 1000 jaren kaas. Oh. Hoe krijg je 1000 jaren kaas? Ja, precies. Sorry, nee, het is een 1000. Ik denk dat het een 1000 dagen kaas is. Die gewoon heel lang gerijpt is en dus ook heel sterk. Oh, heel erg lang, ja. Maar zoutheid, ja. Dat was een dure gang geweest. Dat. Nee, inderdaad, een 1000 dagen kaas. Dus dat is ongeveer 3 jaar oude gerijpte kaas. Hier. We gaan even kijken even naar de poll. En er komen ook nog allemaal. Er lopen allemaal vragen binnen. Het maakt heel veel los voor het design, dus dat is leuk. Aandacht bij het eten. Ja, ik geloof dat toch veel mensen voor. Niemand zegt, ik weet het niet, ik kan mijn aandacht er niet bij. 60-40, dus 40% probeert mindful te eten althans. En 60% zegt in gesprek voor de tv en dus afgeleid. Dus er is nog wel wat te winnen, Katja en Kees. Ja, nou ja, maar als je natuurlijk echt gaat zitten, dan proef je natuurlijk ook meer, hè? Ja. Zeker. Nou, en er was ook nog een vraag eerder over het helpende bord van Hak, wat met veel aandacht is gelanceerd een paar weken terug. En dat werkt natuurlijk niet door aandacht zozeer op het eten te leggen, doordat ze het eten manipuleren, maar doordat het bord probeert aandacht op het eten te leggen met kleur en met diepte. Heb je dat lang zien komen? Ja, volgens mij ging het erover om de consument, zeg maar, of kinderen meer groente te laten eten zonder dat ze door hadden dat ze zoveel groente aten. Dus... Ja, nee, maar een van de dingen die ik grappig vond was dat ze hebben een subtiel kleurverschil in het bord gemaakt, waardoor het stukje rond de groente is echt het helderst wit. En daarbuiten omheen is het allemaal wat grauwer en daardoor springen de groenten qua kleur er meer uit. En zou je dus meer aandacht en ook meer lekkerheid van de groenten moeten ervaren. Ik vind het een mooi principe, mooi bedacht. Ja, het is nog niet wetenschappelijk gevalideerd. Ik heb gesproken met ze, en dus wie weet in de toekomst. We hebben ook nog een vraag over technologie. En ik zou voorstellen dat we die aan het einde behandelen. Want dan hopen we ook nog even terug te komen op precies dat stukje. Dus wel bedankt René voor de vraag. De volgende gang, Jeanette, kan jij de volgende slide delen? Ja, Katja, wat hebben mensen hier op hun bord gekregen? Dit is de gang obstructie. Dus hier hebben we heel erg gekeken naar het effect van obstructie. Van met de vraag van hoe kun je verzadiging beïnvloeden door middel van obstructie. En dit is de testgang waar we het gerecht hebben vormgegeven. Genaamd gevulde breekstenen. En dit zijn breekstenen van klei, zout en deeg. En daarmee kunnen de gasten zelf ontdekken. En daar hadden we speciale tools voor. Ja, deze mevrouw die gebruikt hele haar vingertools. Maar daar hadden we speciale tools voor, een hamer en een bijtel. Waar ze dan zelf hun eigen breeksteunen konden breken en ontdekken. En daarin zaten op smaak gebrachte wortelen en knollen met een citroenvinaigret. En bij de gewone, de controlgang. De gewone gang hadden de gasten gewoon een carpaccio van wortelen en knollen. En ook weer met die citroenvinaigret. Dus dat is elke keer eten ze hetzelfde, maar op een andere manier gepresenteerd.
En dus even voor de duidelijkheid, die korst was niet eetbaar. Nee. Dus de bedoeling was, het was echt een barrière om tot je eten te komen. Ja, precies. Dus waardoor je een soort vertraging kreeg om het eten echt uiteindelijk tot je te nemen. Dat soort, dit soort obstructie, vertraging is natuurlijk een thema wat ook wel vaker binnen onderzoek naar eetgedrag plaatsvindt. Als we nou denken aan bijvoorbeeld pistachenootjes en borrelnootjes, dan kun je je voorstellen dat pistachenootjes duurt gewoon veel langer om steeds een nootje te eten. Dus dat werkt anders, dat heeft effect. Kees, wat kun je daarover vertellen vanuit onderzoek? Nou, dit principe is natuurlijk heel vaak onderzocht en ook heel vaak bevestigd eigenlijk. Hè. Je hebt pisnasnootjes en gewone nootjes, doppinda's en gewone pinda's. Dus ja, hier is heel veel werk aan gedaan. We hebben zelf ook heel veel werk gedaan aan zeg maar de structuur van eten, hoe je dat kunt beïnvloeden. En daardoor eigenlijk kunt zorgen dat mensen voedsel langer in hun mond houden. Ja, en dat is een enorm belangrijke manier om verzadigd te raken. En ik denk dat je ziet bijvoorbeeld aan frisdranken, die suikerhoudende frisdranken, die kun je natuurlijk heel snel consumeren met een paar honderd gram per minuut. Ja, wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je dat naar binnen werkt zonder dat je het echt proeft. En zonder dat natuurlijk het eerste deel van het maag-darmkanaal, en dat is je mond, ook signalen afgeeft naar je hersenen, naar je darmen, om te zeggen dat de eten binnenkomt. Dus ik denk, hoe langer eten in je mond blijft en hoe trager dat proces is, hoe eerder je eigenlijk verzadigd raakt bij een veel lagere calorische opname. En dit is eigenlijk eindeloos herhaald in de wetenschappelijke literatuur. Maar als ik om me heen kijk, als ik ook in de chat keek bij iemand voedselomgeving, als ik nou kijk wat er gebeurt, dan heb ik het gevoel dat vertraging niet is wat er op dit moment met het aanbieden van voedsel aan de hand is in de samenleving. Nee, nou dat is dan ook wel een fundamenteel issue, toch? Ja, als je natuurlijk overal inderdaad op elke straathoek broodjes en frisdrank kan krijgen, ja, dat zal natuurlijk op een gegeven moment niet gaan. Dat gaat niet bijdragen aan de oplossing van overgewicht. En ja, ik denk dat het toch wel zinvol is om en de tijd te nemen en aandacht te hebben voor het eten. En inderdaad om dat langzaam te doen. Je moet je hersenen de tijd gunnen om die verzadigingssignalen überhaupt te ontvangen. Niet dat je dan al heel veel op hebt, dat je daarna denkt, ik zit eigenlijk hartstikke vol. Ik heb meer gegeten dan ik had. Ja, nou, voor mij is het ook een functie van het smaaksysteem om te fungeren als een soort voedingsstoffensensor. Het is heel duidelijk dat zoet signaleert voor koolhydraten, umami voor eiwit en zout natuurlijk voor zout. En als je natuurlijk frisdrank drinkt, ja, dan is misschien 1% van die moleculen stimuleert je smaaksysteem. En de rest gaat gewoon rechtstreeks naar binnen. Het wordt wel opgeslagen als vet. Ja, als je te veel eet, of tenminste het lichaam is wel zo slim om al eens energie te gebruiken. Maar je geniet er eigenlijk niet van. Of tenminste, ja, het is eigenlijk net een soort zak waar je het in stopt. Ja, dat is natuurlijk niet heel... dat is eigenlijk ook zonde, toch? Smaak is natuurlijk... Dat geeft plezier. Ja, als je dat overslaat... Ja, dat is eigenlijk twee keer zonde, want je hebt er geen plezier van. En het komt toch wel, het wordt toch opgeslagen als vet. Dus er zijn wel veel argumenten om een beetje rustig aan te doen. Kan je een voorbeeld noemen van textuur of structuur, wat je net noemde? Dus iets wat heel taai is of zo, waar je heel lang op moet kouwen? Nou, bijvoorbeeld heel knapperig. We hebben ook een keer een studie gedaan met hamburgers. Waarbij in de ene conditie was dat gewoon zo'n zacht wit bolletje. Zoals je bij de bakker of ook bij McDonald's krijgt. Ja, daar hoef je eigenlijk niet op te kauwen. Dat kun je gewoon ook zonder je tanden wel naar binnen werken. Maar als je daar een knapperige korst aan brengt. Dan neem je kleinere hapjes. Je koudt dat ook meer, omdat je het anders... Ja, dan moet zich eerst een bolus vormen voordat je dat naar binnen kunt werken. En dan pas slik je het door. Dus ja, ik heb het zelf ook bij mezelf wel eens geprobeerd. Een hard broodje met kaas, dat kost ongeveer twee keer zo lang als een zacht broodje met kaas. Dus ja, dat is eigenlijk
het is ook niet... Ja, dat is te doen. Ik denk dus met slimme food designers... Ja, kun je toch ook heel veel mooie producten ontwerpen die... Ja, nou ja, waar je wel van geniet en waar je dus niet zo snel van heel veel van eet. Ja, er is nog een vraag in de chat van Merel Kaufman. Die zegt, is het nou het feit dat je niet door hebt dat je vol zit en daardoor te veel eet? Of ga je ook voller voelen van langzaam eten? Zeg maar, waar zit het effect precies? Je gaat je ook voller voelen van langzaam eten. Ja, we hebben een aantal jaren geleden ook een studie gedaan met Guido heeft die studie zelf uitgevoerd. Hè, waarbij we hebben gekeken naar, we konden met MRI konden we de volheid van de maag konden we meten. En mensen kregen verschillende producten te consumeren. Of heel vloeibare producten of heel viskeuze producten. En je zag dus wanneer mensen die hele viskeuze producten consumeren, dat ze zich voller voelden, terwijl de maag eigenlijk leger was. Dus als je dus een volgevoel in je maag komt voor een deel uit je mond. En net zoals dat jij een, ik stel me eigenlijk heel simpel, een reep chocola van 100 gram. Ja, dan is je maag echt niet vol fysiek. He, want 100 gram in een maag, ja, een maag, daar kan 1,5 liter in of 2 liter. Dus die 100 gram chocola, ja, dat is niet een volle maag in de fysische zin van het woord. Maar toch voel je wel vol. Dus dat, ja, en dat kun je gebruiken. Kees, je hebt me ook een keer verteld dat mensen verschillende kousnelheden hebben. Dat al bepaald is. Dus je hebt snelle eters en langzame eters. Ja. Dat vind ik ook heel fascinerend. Dat wist ik eigenlijk, voordat ik jou had ontmoet, wist ik dat niet. En ik vond dat gewoon heel fascinerend dat ik dacht van ja, hoe kun je mensen ook langzamer laten eten? Die eigenlijk heel snel eten van nature. Nou, je kunt... Laat ik zo zeggen, de koufrequentie die kun je moeilijk beïnvloeden. Of tenminste, hey, je kunt wel. Maar dat hou je niet lang vol. Want we hebben een soort natuurlijke koufrequentie van ongeveer 1 koubeweging per seconde. Maar we hebben wel eens gekeken naar snelle eters en langzame eters. En dan zie je dat de langzame eters op eenzelfde stuk voedsel ongeveer 2 keer zo lang kouwen. En ja, dus. In plaats van, hè, dat was met een stukje worst. Ja, de langzame eters kouden dat 32 keer en de snelle eters 16 keer. Dus die, ja, dat is een groot verschil. Dus met grote happen en snel doorslikken, ja, dan kun je natuurlijk heel snel eten. En je ziet dat dikke mensen zijn gemiddeld gezien ook snellere eters. En die nemen dus ook grotere happen en kouwen daar minder op. Dan mensen gemiddeld hè, op populatieniveau. Niet elke snelle eter is natuurlijk dik. En niet elke langzame eter is dun. Maar op populatieniveau gaat dat wel op. Ja. We gaan door naar de derde gang. Het slechte nieuws is dat het geen toetje is. Maar het goede nieuws is dat we wel allemaal kunnen zien nu hoe gebakken lucht er daadwerkelijk uitziet. Dus Jeanette, wil je de foto erbij houden? Dat ziet er heel luchtig uit. Katja, een broodje gebakken lucht. Hoe is dat relevant voor jullie onderzoek? Nou, dat kan ik letterlijk uitleggen. Bij deze gang staat illusie centraal. Dus we hebben daarmee het eten eigenlijk groter laten lijken dan dat het in werkelijkheid is. Dus met de vraag van weer hoe kunnen we verzadiging beïnvloeden door middel van illusie. En hier zie je dus eigenlijk een opgeblazen broodje gepresenteerd op een spiegel, waardoor het eigenlijk nog meer lijkt dan het is. En het is in het glas zie je een pompoensoep die is opgeschuimd in een hoog lang glas. En tegenover een controlgang, en wat een geroosterde pompoensoep met truffel was, met brood. Dus beide gangen ogen anders, maar zijn hetzelfde qua voedingswaarde. Ingrediënten en hoeveelheden. En ik heb je toevallig hier naast mij, kun je het resultaat zien. Dit is bijvoorbeeld een control broodje. Wow. En de inflatable versie. En ja, zo kun je dus eigenlijk zien hoe je met food design kunt testen. Maar mensen voelen zich niet genept of zo. Zo van, nou, ik
krijg een broodje gebakken lucht. Nee, trap ik niet in. Nou, we noemen natuurlijk niet gebakken lucht. Het is gewoon pompoensoep met met een broodje. En waardoor je dus eigenlijk ook ziet dat mensen het ook heel leuk vinden om te eten. Dus het is natuurlijk ook een andere manier van eten. Je doet over zo'n broodje ook langer, omdat je, ja, zoals je op, het, op de rechtse foto ziet, ja, dat broodje kun je niet gewoon eten. Dus dat levert ook weer allerlei nieuwe eetrituelen op. Dus ik zie ook wel dat die pomponnensoep opgeschuimd, dat is ook echt wel iets wat je in de dagelijkse praktijk kan doen. Broodje lucht lijkt heel erg uitvergroot hier, maar is dat ook iets wat je dan echt in de praktijk met hamburgerbroodjes of zo kan doen? Nou, sterker nog, momenteel werken we aan een nieuw concept, Snackbar Tunit. En daarin hebben we eigenlijk dit effect eruit genomen, omdat het inderdaad van de 6 gangen, onderzoeksgangen die we hebben gepresenteerd, was dit er een van die heel goed uit de test kwam, hè, Kees? Ja. En dat hebben we er eigenlijk uitgenomen en nu werken we aan een snackbar tunit waar we dit echt ook echt gaan uitvergroten in een hamburgerbroodje. Wow. Mooi, misschien kunnen we daar dadelijk nog even op terugkomen. Want Kees, gebruik je ook illusie in jouw experimenten? Ja, ook wel vaak. En daar kun je natuurlijk allerlei richtingen op gebruiken. En het is inderdaad vooral lucht en water wat je natuurlijk dan moet gebruiken. Of om het meer te laten lijken of om het minder te laten lijken. Ook wel collega's in Engeland die hebben ook wel veel werk gedaan. Hè, dat ze inderdaad mensen het gevoel hebben gegeven het meer te hebben gegeten dan ze daadwerkelijk hebben gedaan. En dan zie je dat mensen zich ook meer verzadigend voelen. Er is ook een heel klassiek experiment van collega Wonsink uit de Verenigde Staten. Guido kent hem ook goed met die bottomless bowl. Waarbij mensen de illusie hadden dat ze heel snel aten of heel langzaam aten. Hè? Dus er was ook op een gegeven moment die bottomless bowl werd steeds aangevuld. Waardoor mensen eigenlijk het gevoel hebben van nou, hé, ik heb nog niet zoveel gegeten. Dus dan gaan ze maar door met eten. En dan uiteindelijk eten ze wel tot 80% meer van dat ze daadwerkelijk hebben gedaan. Dus dat, ja, er zijn allerlei manieren waarop je kunt inspelen op hoeveel je gegeten hebt. En dat is natuurlijk ook of mensen er bewust van maken. Hè. Er zijn natuurlijk allerlei technieken om mensen bewust te maken van de hoeveelheid die ze hebben gegeten. Dus dat is een belangrijk principe, denk ik. Die niet ten koste hoeft te gaan van het plezier in het eten. Want dat zou ook zijn het luchtig maken van chocola of zo, met luchtbelletjes erin. Ja. En ook te zorgen dat je eigenlijk zoveel mogelijk proeft van wat er in een voedingsmiddel zit. Hè? Dus dat je eigenlijk, je moet eigenlijk elke calorie moet je proeven. En moet je niet zomaar weg laten glijden naar je maag zonder dat je ervan, zonder dat je plezier van hebt gehad. En ja, dus eigenlijk kan het veel leuker worden. Ja, precies. Nou ja, dat is denk ik sowieso een mooi doel in het leven. We hebben 3 voorbeelden gezien van de technieken die jullie hebben gebruikt. Eén ding waar we het nog niet, alleen zijdelings een beetje langskomen, waar we het nog niet uitgebreid over hebben gehad. Op welke manier proberen die technologie verder nog te gebruiken om dit soort onderzoek te ondersteunen? In dat All You Can Eat Enough restaurant wat je net zaten, hadden we de camera's van Nolders opgehangen om het gedrag te meten van mensen. Dus het aantal happen, ook je kunt de interactie meten. En we hebben nu in Wageningen hebben we een soort dienblad ontwikkeld met weegschalen erop. En dan ook software daarbij, zodat we precies kunnen nagaan hoe snel mensen eten. We hebben een oorsensor die meet de kauwbewegingen. Dus er zijn denk ik een heleboel technologische innovaties die kunnen helpen om precies in kaart te brengen hoe mensen eten. En dat is natuurlijk, dit is eigenlijk een heel belonend vakgebied. Omdat we doen nog wel studies waar helemaal niks uitkomt. Hè. Dat kennen we denk ik allemaal wel als wetenschappen. Maar met dat eetgedrag, met die kauwbewegingen en die happen, en dat,
dat geeft heel veel inzicht in hoe mensen eten en het verklaart ook heel veel. Dus je kunt er ook daadwerkelijk wat mee. En net zoals dat je snelle eters en langzame eters, ja, die verschillen gewoon heel erg in hun hapgrootte en het aantal kauwbewegingen. En dat geeft natuurlijk heel veel instrumenten om daar ook wat aan te doen. Dus technologie kan hier fantastisch op ingrijpen. Dit zit dan heel erg op het monitoren van eetgedrag. En jullie willen natuurlijk ook weten of jullie manipulatie dan geslaagd is of niet. Ik had een vraag, was nog een vraag waar ik nog op terug zou komen van René Stam in de chat. Wij zijn als Serious Game bedrijf bezig met een game voor patiënten met non-alcoholic fatty liver disease. En kunnen jullie ook voorbeelden verzinnen om die afleiding of de aandacht met geur of smaak, dat niet met geur of smaak te doen, maar eerder via een digitale manier, dus met Serious Gaming? Ja, nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je een soort interactie van maakt. Misschien met foto's of met... en dat je dan toch mensen bewust maakt van het eten op een of andere manier tijdens de maaltijd ook. Dat je op die manier zorgt dat de verhouding tot het eten als het ware verandert. Hè? Het gaat natuurlijk ook om je houding en je verhouding van een individu tot zijn eten en de consumptie. En ja, ik kan me voorstellen dat je daar met gaming ook wel op in kunt spelen. En dat die verhouding anders wordt. En dat je dat meer serieus neemt. Hè? De smaak meer serieus neemt. Hoe het eruit ziet meer serieus neemt. En dat kan wel, ja. En we hebben hier natuurlijk ook een keer een sessie gehad met, dat is meer dan hardware gerelateerd, met een interactieve tafel. En daar kan je natuurlijk ook gewichtssensoren opzetten. En dan kan je er ook misschien meer bewust zijn van hoe snel je eet of hoeveel je hebt gegeten. Of... Ja, er is één bedrijf in Zweden. Hè, hoe heet ze nou? Die behandelt anorexia patiënten. Mondometer. Ja, die maakt een enorme business van om mensen direct feedback te geven op de eetsnelheid. En om eetsnelheid om dat te normaliseren. Je hebt een ander bedrijf, hè, dat heeft een vork ontworpen. Die als je te snel beweegt, dan begint die te trillen. En dan hebben we ook nog meegewerkt, Esther. Dus ja, er zijn denk ik wel. En er is ook iemand geweest die heeft die obstructie wel heel letterlijk genomen. Dus volgens mij heeft een soort beugel gemaakt, waardoor je moeilijker kan eten. Ja. Maar het geen bijzondere beugel zijn, gewoon elke beugel zorgt voor dat je moeilijker gaat eten. Maar dat zeg ik als echt beugel. Dat is niet voor het plezier. Hè? Nee, zeker niet. Ik wil wel mensen even opwijzen dat we hebben niet zo heel lang meer. Dus als je nog vragen hebt, stel ze alsjeblieft. Volgens mij de vraag die we nog niet hebben behandeld is die van Jote van Gerven. Vinden jullie het leuk om tijdens grote sportevenementen onderzoek te doen? We gaan evenementen benutten om onder andere meer plantaardige voeding te promoten. En de vraag is, voelt iemand zich geroepen? Ja, nou ja, hoe heet het met de snackbar, hè, die we willen ontwikkelen. Die alleen snackbar food truck hadden we eigenlijk het idee om daar... Katja, toch om daarmee rond te reizen langs festivals en zo. Dus dat is, een sportevenement zou daarvoor ook kunnen. Ja, dat is ook nog wel een vraag voor jou, Katja. Want wie zou jij willen samenwerken, ook op technologiegebied? Of waar zoek jij nog samenwerkingen in? Wij zijn vooral voor de snackbar Tjornit zijn we wel echt op zoek naar, naar partners om mee samen te werken. Uiteindelijk gaan we toch echt op pad met de snackbar. Inderdaad, wat Kees zegt, langs festivals. Maar dat kan ook langs evenementen waar we uiteindelijk op aan kunnen sluiten. En de snackbar gaat plantaardig worden. Dus dat sluit mooi aan. Ik zie dat Jeanette ondertussen al onze e-mailadressen in de chat heeft gezet. Dus voel je vrij om even contact op te nemen naar aanleiding van deze sessie. Als je ideeën hebt of je het samen wilt doen. Of gewoon een keer digitaal koffie wilt drinken om te kijken of er mogelijkheden zijn. Er zijn al hele leuke dingen uit voortgekomen en die mogelijkheid is dus expliciet en altijd. Dus schroom niet en neem gewoon eventjes contact op.
Zijn er verder nog laatste kansvragen uit de chat of andere opmerkingen in de chat? Ik kijk nog eventjes. Sowieso, en als je ons gewoon alle vier mailt, komt het hoe dan ook goed, José. Ik heb je al toegevoegd op LinkedIn, dus het kan niet mis. Er is ook nog een filmpje in de chat waarbij je meer kan zien over het All You Can Eat Enough restaurant. Wil je er nog iets over vertellen, Katja, wat mensen op dat filmpje gaan zien? Ja, dat is het All You Can Eat Enough restaurant. En dat is een restaurant waar we 2 dagen een pilot hebben gedraaid. Zoals de foto's die we voorbij hebben zien komen, die maken daar eigenlijk deel uit. En wat je dus eigenlijk ziet is dat we dus eigenlijk allerlei manieren testen van, om gezond eetgedrag te realiseren. En kennis en ervaring komen hier samen vanuit wetenschap, gastronomie en food design natuurlijk. En ja, wat denk ik ook wel goed is om te vertellen, dat een hele uitdaging is om die samenwerking voor elkaar te krijgen tussen de wetenschap en de gastronomie en food design samen in één. Je hebt namelijk echt te maken met verschillende werelden die samenkomen. En we hebben het gerealiseerd, dus 6 onderzoeksrichtingen zijn vertaald naar een 6-gangenmenu. Vertaald naar echt een mooie beleving, waar uiteindelijk mensen zijn geobserveerd. En alle data is uiteindelijk vastgelegd door middel van camera's en hele fijne hulp, studenten van Wageningen Universiteit. Ja, ik moet wel zeggen, dat is inderdaad wel waar. Want je spreekt, of tenminste, ik heb wel gemerkt, je spreekt verschillende talen. Ik ben zelf een hele lineaire, systematische denker. En alles logisch en logisch en logisch. En dingen die Katja bedenkt, ja, dat weet ik gewoon zeker. Ook al word ik 180, ja, dat zal ik gewoon nooit bedenken. Dus er is toch een heel groot verschil tussen verschillende perspectieven. En dat maakt het, vind ik, ook inspirerend. Omdat ik dan denk van, ja, hoe kom je erop? Ja, okay. En dat is natuurlijk, ja, dat vind ik wel heel leuk. Of tenminste, ja, dat vind ik eigenlijk het inspirerende eraan. Nou, het plezier straalt er ook vanaf. We hebben nog een laatste vraag, vind ik ook een mooie afsluiting. Want iemand vraagt zich af, als je weet hoe dit werkt, werkt het dan nog wel? Oftewel, hebben wij nu alle mensen die hiernaar hebben geluisterd verpest voor al deze trucs? Ja, eigenlijk wel. Okay. Ja, nee, dat geloof ik niet. Nee. Nee, volgens mij zoals die obstructie en langzaam eten, dat werkt, dat werkt altijd. Dat werkt altijd. Kijk, dat is een geruststellende gedachte. Dan wil ik iedereen heel erg bedanken, met name onze sprekers, voor jullie aanwezigheid. En iedereen die heeft geluisterd, maar bedankt voor jullie voorbereiding. Katja en Kees, bedankt. Esther, dat jij weer als co-host wil fungeren. Iedereen die aanwezig was, die later nog heeft teruggekeken, superleuk dat jullie erbij waren. Het was alweer het 6e MKB Café. 25 maart zien we jullie allemaal weer terug. Er is een evaluatie, die kun je nu zien met 3 korte vragen. Die kan je ook gebruiken voor thema's die je wilt suggereren of sprekers die je wilt suggereren. Dus vul die alsjeblieft in, daar help je ons mee. We zien jullie heel graag terug 25 maart. En dan rest mij nu verder niks meer anders dan te zeggen dan fijne avond nog. En nogmaals dank voor de aanwezigheid. Doeg! Doei!